Nou, iedereen of de hele wereld heeft erover gesproken. De kwestie Brunswijk en Inter Mongotapo. Ondertussen heeft Inter Mongotapo een straf gekregen. En Ronnie Brunswijk mag 3 jaar geen CONCACAF voetbal spelen. Eigenlijk moet ik erop lachen als ik dat lees. Met betrekking tot Inter Mongotapo, het was te verwachten dat zowel Inter Mongotapo als Olympia gestraft zijn geworden. Waarover ik vanavond even wil praten, is de kwestie van de coach. Joseph Yuku is namelijk de coach van Inter Mongotapo. We weten allemaal, Yuku is een competente coach. Alleen is het zo dus dat velen en coaches zich ook afvragen van, moet je dat doen om iemand die duidelijk, letterlijk en figuurlijk het elftal in problemen zet, omdat hij fysiek, conditioneel niet in staat is om mee te doen, de ploeg alleen in problemen brengt. Moet je hem opstellen. Ik heb met Dennis Purperaat gesproken. Dennis Purperaat is ook coach van huis uit. En hij heeft een voetbalschool in China. Hij reageerde onder andere op Facebook over deze kwestie, wat hij vindt dat totaal niet kan. En aan hem vroeg ik hem wat hij vond van deze kwestie en hoe hij er tegenaan kijkt. Nou, zoals de hele wereld eigenlijk, hè, dat wij ook last hadden van de COVID. Maar omdat de situatie in China toch vrij snel hersteld was, konden wij eerder starten. Maar dat betekende wel dat heel veel, het waren iets van 6 maanden gestopt met sporten. En daardoor zijn ook heel veel scholen niet meer de deuren niet meer hebben opengegooid voor academies. En nu begint het allemaal weer, gelukkig. Wij hadden de afgelopen tijd toch wel last van dat er dus, ja, de leden die kwamen niet meer opdagen. En dat was best wel een probleem. En nu begint het allemaal weer. Dus we gaan er weer langzamer weer omhoog qua ledenaantallen. Oké, dus je bent niet ontevreden? Nee. Je moet nooit ontevreden zijn. Hè? Je moet altijd omgaan met wat er op dat moment speelt. En dan moet je daar creatief mee omgaan. Oké. Waarom ik je eigenlijk vandaag spreek, is meer vanwege het feit dus dat je op Facebook hebt gereageerd op de attitude van de coach van Inter Mongotapo, die Brunswijk heeft opgesteld, ondanks het feit dat hij maar 61 jaar is. En je hebt een aantal zaken daar naar voren gehaald. Hoe zie jij als coach, en kan je weer daarop ingaan, dus met betrekking tot die actie? Het is eigenlijk vrij simpel. Je kan een persoon van 60 jaar gewoon niet opstellen. Punt. Dat kan je gewoon niet maken. Het is... als je kijkt naar de hele wereld. Wie speelt op 60-jarige leeftijd in een topcompetitie? Ja. Ze hebben zelf bijvoorbeeld met... kijk maar naar Nacho. Die aanvoerder. Wat is zijn naam ook alweer? Donk. Donk. Donk is 34, 35. Ja. En iedereen roept van, hij is te oud. Ze moeten er wisselen, er moeten anderen voor in de plaats komen. En Donk is 35. Hoe kan je iemand van 60 laten voetballen? En ik snap het wel. Hij is clubeigenaar. Hij heeft meerdere pet op. Hij is ook VP. Businessman en clubeigenaar van Inter. Dus ik snap, want ik zag ook de reactie van de coach. Hij zei van ja, het is een cultuurding. Dus ik snap dat het een cultuurding is. Maar neem niet weg, je bent de coach. En jij bepaalt wat in het team gebeurt. Daarvoor ben je coach, daarvoor ben je verantwoordelijk. Je bent verantwoordelijk om goede resultaten neer te zetten. Toch?
En dan ga je niet met een speler van 60 komen voor zo'n belangrijke wedstrijd. En ik snap ook wel dat blijkt dat de heer Brunswijk bepaalt wat er gebeurt. Dus als hij wil spelen, speelt hij. Dat mag. Maar als coach heb je ook een keus. Je kan ook zeggen, oh, je wil spelen, maar dan ga je spelen, maar dan ben ik er niet bij. En dat heeft hij dus niet gedaan. Een coach is, ja, dat snap ik dus niet. Maar bij Inter Mungotapo is het zo dus dat alle coaches het accepteren dat hij wil spelen. Betekent dat bij hun dan niet de principe, of het principe geldt van we gaan voor winst en er zit een sportief karakter achter, dat zo iemand totaal niet opgesteld kan worden, hij het accepteert. Hoe zie jij dat? Dat coaches, in dit geval Inter Mungotapo, dat daar coaches gewerkt hebben die dat geaccepteerd hebben. Dat gaat bij mij niet in. Dat gaat bij mij niet in. Maar nogmaals, ik snap dat ook de situatie in Suriname, dat ja, mensen dat het niet zo breed hebben en dat ze bij zo'n club toch aardig wat geld kunnen verdienen. Ja, en als ze dat niet doen, verdienen ze geen geld. Dus dat snap ik ook wel. Maar dan nog, als ik naar mezelf kijk, ik heb hier, heb ik in China, heb ik ook geweldige aanbiedingen gehad. En voor clubs gewerkt waar ik goed betaald werd. Maar er waren een paar dingen gebeurd die bij mij not done is. Heb ik ook gewoon bedankt. Ik heb niet gedacht van, oh, maar ik krijg mijn salaris niet of zoveel. Nee. Je hebt principes en dat gaat, als dat zoiets gebeurt, dan moet je een keus maken. En volgens mij is de keus erg makkelijk. Ja. Dus ik heb ook in het verleden, Disney, als speler, toen ik nog prof was, heb ik ook nooit echt voor het geld gekozen. Het was plezier. Daardoor kon ik makkelijk keuzes maken. Ja. Dus geld is voor mij, ik ben niet naar China vertrokken om geld te verdienen. Ik doe waarvoor ik gestudeerd heb, dat is voetbalcoach. Ik kan aan de slag, ik kan mijn kennis overdragen aan de spelers, de mensen. Daarvoor word ik betaald. En dan wil ik het hoogbare halen. Maar dit klopt gewoon niet. Dus in principe zeg jij, en ja, ik ben het wel met, zo denk ik ook, dat je principes overboord gooit voor geld, is totaal onaanvaardbaar binnen het coachvak. Onaanvaardbaar, kijk, het gebeurt. Je ziet ook van die topcoaches die gaan ergens in een zandbak werken voor een paar miljoen. Weet je? En dat zijn allemaal keuzes, maar er is wel een grens. Er is wel een grens. Ik denk niet, ze gaan wel daar werken omdat het, niet omdat ze dat leuk vinden, maar ze kunnen wel hun werk doen. Dat is het verschil. Ik denk dat ik het misschien niet helemaal goed heb geformuleerd. Waar het meer om gaat, is dat het niet alleen om het, dus dat het geld één is, maar dus dat de eigenaar of het bestuur bepaalt hoe je werk moet doen. Daar gaat het in principe om. En dat is verkeerd binnen het coachvak. En daarmee gooi je eigenlijk het coachwezen te grabbelen. Ja, kijk, daarvoor word je toch binnengehaald als coach. Je moet het team moet je voorbereiden naar grote prestaties. En dat doet, daar het bestuur die regelt alle randvoorwaarden om dat mogelijk te maken.
Maar wat er op het veld gebeurt, technisch, tactisch, mentaal, dat is de coach zijn job om successen te boeken. En als je moet je eens voorstellen, hè, je speelt CONCACAF, het is een belangrijke wedstrijd. Op dat moment ben je vertegenwoordiger van Suriname. Heel Suriname, iedereen kijkt naar jou. Inter Mogadapo, als ik het goed heb gelezen, doen ze het heel fantastisch. Ze zijn volgens mij nummer 1, de beste. Ze kunnen iedereen binnenhalen wie ze willen, omdat ze de financiële middelen ervoor hebben. Dan moet je dat ook laten zien. Dan ben je verplicht. En als je kiest om een 60-jarige speler op te stellen en een paar van jouw internationals op de bank, ja, dan ben je niet goed bezig. Dan ben je niet goed bezig. Oké, heel duidelijk, Dennis. Bedankt voor jouw inbreng in deze. En ik denk dus dat het belangrijk is dus dat coaches die eigenlijk willen overkomen als zijn goed bezig te zijn, naar eer en geweten moeten werken en dit soort dingen. Ik ga het anders vertalen, Disney. Omdat de coaches in Suriname, eigenlijk is dat hun werkplek, hè, Suriname. Er zijn weinig die de overstap maken naar het buitenland bijvoorbeeld. Maar dit had ook een kans voor Jozef, voor de coach van Inter Mogadapo kunnen zijn. Want als ik het, ze hebben volgens mij een paar maanden geleden hebben ze zelf de finale gespeeld van een of ander toernooi. Wat was dat ook alweer? Toen verloren, ja. Ja, maar goed. Ze hebben wel Suriname, Inter Mogadapo hebben ze wel op de kaart gezet, hè, in het Caribisch gebied. Als hij nou die lijn zou doortrekken, stel ze winnen van Honduras met al hun goede spelers. Iedereen in het Caribisch gebied ziet dat. Misschien zegt een club die nu betaald voetbal speelt, of ergens in Trinidad of zo, hey, die coach moeten we hebben. Had hij ook die overstap kunnen maken, maar nu niet meer. Okay. Nu gaan ze denken van, oh, jij bent die coach die 60-jarige hebt opgesteld. Dus dat bedoel ik, hè? Ja. Okay. Want nee. Ze zeggen alleen van die spelers die daar net zo, ja, die moeten naar het buitenland. Ook de coaches, je moet je stempel drukken, dit is het moment. En dan maak je zo'n keus. Heel duidelijk, Dennis. In ieder geval, dank je voor het feit dus dat je toch even je mening hieromtrent wilde geven. En ik zal zeggen, wel te rusten voor straks. Ja, dat is, kwart over 11 in de avond. En papi gaat zo wel naar bed, ja. Dank je wel. En ja. We zien elkaar heel gauw. Ja, graag gedaan. Bedankt, hè. Yes. Ja. Dan weet u hoe een coach denkt. En zo zijn er andere coaches die van mening zijn dus dat je dit niet kan accepteren. Wil je dat doen? Nou, dat is het voor jouw rekening. En u heeft het gehoord. Het motief waarom men denkt dus dat Yuku het accepteert om coach te blijven bij Inter Mogadapo, ondanks interventie van de clubvoorzitter. Dan, overigens wil ik toch even, alvorens dit af te ronden. Ik heb Yuku niet kunnen spreken. Ik zou dat graag willen hebben. Maar Yuku is verboden geworden door de clubleiding om interviews aan mij af te staan. Daarom heb ik eigenlijk Yuku niet aan het woord gekregen. Dan bent u daarvan dus ook op de hoogte.